Vrijwel iedere organisatie, of dat nou een bedrijf is of een sportvereniging, heeft een eindejaarsbijeenkomst. En als jij naar deze video kijkt, dan is de kans groot dat jij iemand bent die tijdens die eindejaarsbijeenkomst de zaal mag toespreken. In deze video ga ik je een paar hele praktische tips geven die jou gaan helpen bij de voorbereiding van jouw verhaal. Op het moment dat jij nog met een blanco A4 voor je zit in de voorbereiding, is de allereerste vraag die je zelf moet beantwoorden de vraag: welke toon wil ik aanslaan in mijn verhaal? Wat moet de sfeer zijn die mijn verhaal uitstraalt? En om je daar een beeld van te geven, kijk eens naar deze video. Goedendag, beste inwoners van onze gemeente Heesleende. We hebben als gemeente Heesleende een turbulent jaar achter de rug. We hebben een nieuwe wethouder. We hebben een nieuwe gemeentesecretaris. We hebben een aantal projecten die politiek behoorlijk actueel zijn geweest en die de gemoederen soms zelfs ook wel behoorlijk bezig hebben gehouden. Nou, deze eindejaarspeech is nog maar net begonnen en de sfeer is al zwaar en beladen. Nou, de vraag die jij jezelf moet stellen is welke sfeer jij dus wil uitstralen. En een hele goede manier om je daarbij te helpen is door jezelf de situatie in te beelden waarin je gaat spreken. Waarschijnlijk staan alle collega's bij elkaar, drinken een drankje, eten een hapje. Er hangt een losse en ontspannen sfeer en dan ga jij spreken. En jouw verhaal moet natuurlijk wel een beetje aansluiten bij die sfeer. Denk daar dus goed over na en kijk nu eens naar deze video. Merry Christmas everybody. One of the best parts of the holiday season is spending time with the special people in your life. And for me that means getting some help from my best friend for our annual Christmas weekly address. Now, given how our first Christmas weekly address went, I realized that Barack needed all the help he could get. This is our first Christmas in the White House, and we, what, stop, what? You know, what, you've got to stop it, all right? You gotta get it together. You're gonna have to pull it together, POTUS. Celebrating the holidays in the White House over these past 8 years has been a true privilege. Deze video straalt een hele andere sfeer uit. Losjes, ontspannen, met humor. En aan jou is dus de vraag welke toon en welke sfeer jij wil uitstralen. Zodra je dat hebt besloten, komt de volgende vraag. En dat is de vraag, wat wordt nou jouw kernboodschap? Wat is nou het belangrijkste wat je tegen de mensen wil zeggen? Wil je ze vooral bedanken voor de samenwerking het afgelopen jaar? Of wil je het vooral hebben over de hoogtepunten van het afgelopen jaar? Zo'n eindejaarspeech duurt maximaal 5 minuten. Dus je moet een hele duidelijke keuze maken in 1 of 2 kernboodschappen. En denk daar goed over na, want pas daarna begint het echte werk. Wat is dan het echte werk bij het voorbereiden van een speech? Nadat je de toon hebt bepaald en de kernboodschap hebt bepaald. Nou, dat echte werk zit hem erin dat je je speech persoonlijk maakt en dat je je kernboodschap tastbaar maakt. Stel dat je het wil hebben over de goede samenwerking het afgelopen jaar bij een eindejaarsbijeenkomst, dan worden waarschijnlijk weinig mensen warm als je gaat vertellen over dat de winst verdubbeld is als bewijs van de samenwerking. Wat misschien veel leuker is, is dat je het gezamenlijke kantoor uit je terughaalt, waar jullie met elkaar een heerlijke maaltijd hebben gekookt. Dat is persoonlijk en tastbaar en het is ook een positieve herinnering. En wat je dan gaat doen, is dat je die positieve herinnering weer gaat laden. Dus vertel nog iets over dat uitje. Hoe zat het nou precies in elkaar? Welke gerechten hebben jullie gemaakt en wie werkte nou zo goed met elkaar samen? Gebruik wellicht ook humor en een beetje zelfspot. Stel dat bijvoorbeeld de gang die jij hebt voorbereid, dat die juist wel misging. Noem het vooral. Het gaat erom dat je een positieve gezamenlijke herinnering weer terughaalt, laat herbeleven en dat je daarmee jouw punt dat er zo goed is samengewerkt, dat je dat gaat illustreren. Kortom, de echte voorbereiding van een speech zit hem in het bedenken en het goed uitwerken van die concrete voorbeelden. Kortom, denk kort na over de toon en de kernboodschap van jouw betoog en denk lang na over die paar anekdotes en voorbeelden die de kernboodschap gaan illustreren en die het luchtig en persoonlijk maken. En denk nu nog even terug aan het fragment van Barack en Michelle Obama. Hun kernboodschap was: kerst breng je door met de mensen van wie je het meeste houdt. En dat illustreerden ze met hun eigen eerste kersttoespraak. Heel simpel, heel persoonlijk en ook heel passend. Dat is hoe het werkt. En tot slot,
zorg dat je een glas bij de hand hebt, zodat je aan het eind van jouw speech een toast kan uitbrengen op een prachtig jaar. Heel veel succes en namens alle collega's van het Nederlands Debatinstituut, fijne feestdagen. Vond je dit nou een leuke en een interessante video en denk je in het nieuwe jaar wil ik mijzelf nog verder gaan verbeteren in mijn eigen spreek, dan wel vergadervaardigheden? Abonneer je dan vooral op ons YouTube kanaal, dan krijg je iedere week concrete tips zoals in deze video. En je mag ons hieronder natuurlijk ook liken, sterker nog, je mag ook comments achterlaten en dan beloof ik dat we erop zullen reageren.